Arno Schuitenmaker, naast mij de man achter de 30 verschijningen in de duisternis, zeg maar. Hoe heb je tot nu toe ervaren na 2022 toen het de première ging? Oh, het was heel spannend toen, want we kwamen eigenlijk net uit de coronatijd. Ja. Theaters waren net een maand weer open, anderhalve maand. Gelukkig hadden we meteen, toen we in première gingen, heel veel bezoekers. En daarna werd het een beetje spannend. Toen we voor het eerst op tournee gingen eigenlijk dit seizoen, in september. Ja. We hebben eigenlijk veel geluk gehad, want de mensen waren toch wel heel erg nieuwsgierig naar deze voorstelling. Ja. Dus we hebben eigenlijk overal veel publiek kunnen hebben. Ja. Maar het was wel even spannend iedere keer. Ja, ja, wat je al zegt, zeg maar, de nieuwsgierigheid die is ontstaan. Hoe is het eigenlijk het stuk ontstaan eigenlijk? Zoiets ontstaat eigenlijk vrij ver voordat je begint aan een voorstelling. Al in 2021 had ik het idee, ik wil iets met het donker doen. En niet zozeer omdat je in het donker of in het theater altijd donker kan maken, want het is vaak donker in het theater. Ja. Maar ik vond het juist interessant om dat donker op te zoeken vanwege ook de figuurlijke betekenis die erin zit. We zeggen het soms wel eens in het leven van, nou, het was een beetje een donkere dag vandaag. En dan gaat het niet per se over het weer. Het gaat vaak omdat er iets gebeurt wat niet zo heel erg leuk is. Ja. En ik vond het interessant om te kijken hoe ik dat hele concrete donker van het theater wat je kan maken, als je het licht allemaal uitdoet, juist een andere betekenis kon gaan geven. En een betekenis waarin het donker, wat soms een beetje angstaanjagend kan zijn, iets van waar we eigenlijk een beetje weg van willen blijven, een plek kan worden waarin juist hele mooie dingen kunnen gaan ontstaan. Het verraste ons ook een beetje. Ik moet ook een beetje terugdenken aan de films van vroeger, of films die nu worden gemaakt, zeg maar, de horrorfilms. Dat er in het donker, dan zie je dan iemand staan en dan gaat het licht uit en is diegene weg. Nou, we spelen daar inderdaad mee. Je ziet mensen uit dat donker van het podium verdwijnen en verschijnen en er komt er nog een en dan denk ik, heb ik die nou eerder gezien of is dat nou dezelfde of hoeveel zijn er eigenlijk? Ja. En dat spel, dat kleine desoriënterende wat je eigenlijk ervaart als publiek, daar spelen we eigenlijk heel erg mee om dat donker een beetje mysterieus te kunnen maken. Ja. Wat zijn de nieuwe plannen, Arno? Oh ja, ik ben al bezig. Dit is een vrij grote voorstelling en de volgende ga ik iets kleiner maken. Meer in het licht. Ook meer licht inderdaad en met video. Ik heb een fantastische videokunstenaar ontmoet vorig jaar. Daar wilde ik heel graag mee gaan samenwerken. En video, live projectie, vooraf opgenomen projectie, het mixen ervan. Is dit nou echt wat hier gebeurt of is het live, is het opgenomen? En dat vind ik heel tof om daar een keer mee te gaan spelen. En dat wordt het volgende project.